Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we laten zien hoe we bij deze Audi Q2 verschillende delen die nog niet hoogland zwart gemaakt zijn, toch hoogland zwart maken. We beginnen hier achter met de achterdiffuser, die moet hoogland zwart worden. Aan de voorkant moeten de kappen waar normaal mistlampen zouden zitten, deze kappen moeten ook hoogland zwart worden. Deze onderlip en die andere kant de kap ook natuurlijk. De grill wil de klant zo laten, dus we gaan beginnen. We beginnen hier met de achterdiffuser. We hebben eerst met tape de rand netjes afgeplakt, zodat de folie daar niet zo op hecht en je hem mooi tussen kunt duwen. Zoals je ziet hebben we hier meerdere inlegstukken, omdat de bumper een beetje een complexe vorm heeft. En we willen dat de folie blijft zitten. We hebben een paar inlegstukjes moeten doen bij de uitlaat, die kap en rechts ook en in de midden ook een stuk. Dit doen we zodat de folie niet zoveel kracht op komt te zitten, waardoor die ook zeker blijft zitten. En als het klaar is, valt het eigenlijk niet op dat er een inlegstukje zit. De diffuser is nu klaar. En zoals ik net al zei, de inlegstukjes kun je helemaal niet zien omdat ze precies op een naad vallen. Dus hij is weer mooi glanzend zwart. Nu gaan we verder met de voorkant. We beginnen nu met de voorkant eerst de randjes weer af te tapen, zodat we de folie er mooi netjes tussen kunnen duwen. Dan alles goed ontvetten en dan beginnen met de folie aanbrengen. De onderlip is nu klaar. We hebben alles nog netjes nageveund, zodat er helemaal geen lucht meer onder zit. En zoals je kunt zien, het is eigenlijk niet van gewone lak te onderscheiden. Nu gaan we deze kappen doen. Die zijn iets lastiger. Vooral deze hoekjes. Daar brengen we dadelijk eerst primer op aan. En die primer zorgt er eigenlijk voor dat de folie nog beter hecht op de ondergrond. Want daar komt best wel wat rek op te zitten. En daar zou de folie los kunnen gaan laten. Dus vandaar dat we daar primer op aanbrengen. Op deze kappen zit de folie nu ook aangebracht. Kijk, die hoeken die moeten extra ingefeund worden en die zijn extra lastig. Daar zit gewoon wat meer rek op. Maar door de primer blijft dat daar goed zitten. Kijk, hier heb je het resultaat als het dus klaar is. Het is niet van gewone lak te onderscheiden en het resultaat is super mooi. En je kunt het er altijd afhalen als je het zwarte beu bent of je verkoopt de auto en iemand anders die wil het weer grijs hebben. Nu de andere kant ook nog even plakken en dan is de auto alweer klaar. Dit is het eindresultaat. De klant wilde dus de grill laten zoals hij is. De kappen en de onderlip is dus hoogland zwart gemaakt en geeft hem net iets een stoerder uiterlijk. En de achterkant, maar die hebben jullie straks al gezien. We hebben bij deze auto in het verleden de zijkap ook hoogland zwart gemaakt die je hier ziet en het logo voorzien met carbonfolie. Terwijl jullie nog kijken naar een paar beelden van het eindresultaat, zijn we gekomen aan het einde van deze video. Volg ons even op Instagram voor onze laatste projecten. Abonneer even op ons YouTube kanaal, zodat je de laatste nieuwe video's blijft zien. En dan rest mij nog om te zeggen, bedankt voor het kijken en houdoe!